Goedenavond allemaal. Hier ben ik. Ik heb in ieder geval even gezien dat het beeld zo goed is. En we gaan even wachten tot er een paar meer binnenkomen. Ik zag net bij de andere lives dat het weer niet zonder haken en ogen ging. Dat het weer een aantal keer wegviel. Nou, ik hoop dat het hier vanavond niet gaat gebeuren. Ik hoop dat het hier goed gaat. Want, en ik ook, hoor mezelf, dus dat weet ik. Dan moet ik het geluid even uitdoen. Even kijken, ja, hij is uit. En we gaan zo meteen gezellig een uurtje knutselen. Ik wacht even tot er nog een paar bij komen. Anders, hier was weer erg. Was ik erg, Ton? Ik weet niet wat ik gedaan heb. Nou, dat hoor ik nog wel een keer. Wat gaan we doen? Ik ga gezellig met jullie een techboekje maken. Studio Light heeft techblokken uitgegeven. Dat zijn deze. En ja, ik vind het geweldig handig. Oh, en deze. Kijk, het verschil zit hem in de vorm. Het is een witte, een kraft en een zwarte. Hier heb je dus die mooie sierranden aan. En hier heb je bij deze eigenlijk de klassieke. Nou, ik heb daar boekjes mee gemaakt. Want ja, ik vind het leuk boekjes maken. En ik denk, ik maak 3 boekjes. Een witte, een zwarte en een bruine. Nou, 2 heb ik ervoor gemaakt. Die gaan we eerst zo even kijken. En dan gaan we straks aan de gang met de bruine, die gaan we maken. Hoe ik het doe, wat je ervoor nodig hebt, dat is wel zo makkelijk. Het papier is ook dusdanig dat je erop kan stempelen en gelijk kan kleuren. Dat heb ik nu vanavond niet, maar ik ben er wel aan bezig en dat laat ik jullie zien. Volgens mij trouwens had Dini ook al een voorbeeld van gewoon direct stempelen op de tag. En dan kan je met kleurpotlood kan je er heel goed op kleuren. Papier is vrij glad, dus dat komt helemaal goed. Oké, wat heb ik gedaan? Ik heb een leuk boekje gemaakt met het papier en de die-cuts van Marlène. Kijk, en dat papier dat komt, zal ik gelijk laten zien, uit het paperpad, Artie paperpad. Daar zit schitterend papier in. En ik heb er dus een aantal uit gebruikt om het boekje mee te maken. Nou, de uil die je hier ziet is bijvoorbeeld een gedeelte van de bladzijde die we net al zagen. Even kijken, waar zat die? Kijk, hier. Nee, dat is niet die. Dus dan zit er nog een uil in. Deze, ik zie je. Een stuk van. En aan de achterkant kan ik het sneller laten zien. Hier heb ik dus een gedeelte van het gezicht als achterkant gebruikt. En dat heb ik allemaal hierin gedaan en vastgemaakt met een lintje. Kijk, hier heb ik een bladzijde. Shine like a star. Don't shoot on your booty. Dance like a ballerina. Dus gewoon een klein verhaaltje. Weer 2 achtergronden. Weer met de die-cuts uit het die-cut boekje. De Paper Elements. Kijk, deze. Dat zijn Paper Elements. En je hebt 1 blad. Dat is gewoon. En hetzelfde blad zit er dan achter op, met glitter. Dus dan kan je kiezen wat je wil. Maar daar heb ik dus het hele boekje mee gevuld. En de teksten die erop zitten, dat zijn ook uit die serie haar teksten. Kijk, heb je zo'n boekje met allemaal teksten. En daar heb ik het uitgehaald. Dus, nou, dan hebben we nog een bladzijde. Zo'n lekkere, ja, robotje. The sky is the limit. En dan I can and I will watch me. Dus eigenlijk is dat een boodschap voor jullie. Zeg tegen jezelf, ik kan het,
ik wil het, kijk maar hoe ik het doe. Dus dat is de 1. Dan heb ik ook een kerstboekje gemaakt. Ook met lint. Maak je open. Op de voorkant heb ik gezet Snowflake Kisses. En dit heb ik gedaan met het blok. Het dijblok Winter Wonderland. Hoe makkelijk is dit blok? Daar zit papier in, daar zitten de plaatjes in. Daar zit eigenlijk alles in wat je nodig hebt om een leuke tag te maken. Maar ook wat je kan gebruiken om zo'n leuk tagboekje te maken. Nou, die van mij is al een beetje aangekloven. Dat klinkt een beetje... Maar ik heb hem al heel veel gebruikt. Dat is een goed teken, zeg ik altijd. Nou, hier heb je de ijsbeer met de bellen. Daar heb ik bij gezet Big Moon Shines in the Sky. Hier zo Little Things. Hier zo hebben we Remembrance of Things to Come. I Know That I'm at Home. Ik vind ze schattig, die hertjes. En hier zo kijkt dan die penguin. I Dream of Stars That Glitter. Before You Say Goodnight. Twee van die penguins. Ik vind ze super. En de laatste, Every Day is Special. Dus gewoon zo'n klein boekje. En hoe leuk is het om zo'n klein boekje te maken. Om aan vrienden te geven met teksten erin. Of aan een vriendin. Of te maken voor je kleinkinderen met een verhaalvormpje erin. Net wat je wil. Ik leg hem apart. En nou deze. Nou dacht ik, dus dit is de kraft. Die kunnen we gaan doen. En ook een kerst van maken. Maar dat vond ik niet leuk. Ik ga jullie laten zien dat het eigenlijk met alles kan. Dus ik heb me voorgenomen om daar een herfstboekje van te maken. In de herfstkleuren. Dat past mooi bij de kraft. En daar hebben we ook weer een mooi diecutboekje bij. En dit boekje waar we nu mee gaan werken, dat is SL Beauty of Fall BF Paper Pad PP12. Dus SL BF PP12. En het diecutboekje, dat is SL, ook BF, DC, diecut B09. Dus met die twee gaan we dit boekje nu maken. Wat heb je nodig? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tags. Gewoon uit het blok gehaald. Zo klaar om te beginnen. Daarnaast, ik heb alles al klaargelegd. Zodat we genoeg tijd hebben om te werken. Daarnaast heb je nodig 3 stroken karton om de tags aan elkaar te verbinden. Die zijn 4 bij 12 centimeter. En die 4 bij 12 centimeter heb ik gescoord op 2. Het is 12 bij 4 op 2 centimeter de scorelijn gemaakt. Daar heb je er 3 van nodig. En dan heb je het papier. Nou, de papiertjes zijn 12 bij 6,5 centimeter. En die heb ik allemaal uit dat boekje heb ik op maat alvast gesneden. Onder de naam tekstblok neem ik aan. Tekstblok heb ik gevonden. Maar Inepini, als je kijkt op de site van Hobby Complete de Duif. Daar staat een tabblad, Facebook Lives. En op die Facebook Lives, daar staan de artikelen die ik vanavond gebruik. Zo niet, eventjes melden, dan ga ik voor je kijken. Nou, dit wat het allemaal is, ga ik straks ook uitleggen. Als eerste ga ik doen, ik ga de tekst
aan de zijkant beinkt. Oh, en een lintje heb ik. Ik heb een lintje van ongeveer 55 centimeter. Een bruin-oranje lintjes. Nou, die lintjes staan ook op de site, dus die kun je ook zo vinden. Wat we nou gaan doen, ik ga nu eerst de tags ga ik 2 aan 2 verbinden. En dan op elkaar doen. En dan pas gaan we verder. Ik denk dat ik de randjes een beetje ga beinkten. En daarvoor heb ik gekozen tie-dye. Dat is een bruinachtig kleurtje. Die vond ik wel mooi passen bij het lint. En bij de kleur van het papier. En dan moet je deze keer opletten dat je bijna bij alles aan 2 kanten beinkt. Niet bij alles. Dat ga ik zo laten zien. Want wat ga ik nu doen? Deze komt hier tegenaan, dus die beinkt ik wel. Zo. En nou zal ik deze eerst even plakken, want dan kan ik het uitleggen. Je ziet altijd ook qua kleur dat je een voorkant en een achterkant ook en ook qua snijden. Nu leg ik de 2 binnenkanten naast elkaar, zodat die zo op elkaar komen. Ik pak 1 tussenstukje. Daarop doe ik dubbelzijdig tape. Kijk. Ik hoop dat ik in beeld zit te werken. Ik doe het gelijk ook aan de andere kant. Dan haal ik het eraf. Daar gebruik ik meestal even een scherp pennetje voor. Met prikpen. Kan ik het randje eraf halen. Kijk. En om nou te zorgen dat die goed vast blijft zitten, doe ik er ook nog een beetje lijm overheen. Dan heb je eigenlijk een dubbele versteviging. Nu ga ik hem plakken. En daar moet je even, dat is toch wel even een trucje. Ik vouw een beetje dubbel, dan weet ik hoe ik kan zien. En nou zie je hier zo. In je reepje zie je zeg maar die vouwlijn. Daar ga ik mijn tag tegenaan zetten, niet overheen. Tegenaan. En aan de onderkant hou ik hem gelijk. Dus de onderkant zit hij gelijk. Hou mijn vinger er tegen. En dan hier zie je die rand. Dat stukje heb je nodig, anders kan je hem niet meer bewegen. Die andere kant zet ik dus ook tegen die vouwrand aan, niet eroverheen. Want je hebt die ruimte nodig om hem dubbel te vouwen. Kijk, nu doe ik hem zo. En dan kijk ik even of de gaatjes zo goed als tegen elkaar zitten. Druk ik hem nog even goed aan. En terwijl ik de volgende ga plakken, doe ik hier even een klemmetje op. Ik heb van die kleine klemmetjes en dat werkt eigenlijk heel fijn. Kijk, dan kan het even goed vast komen te zitten. Ja, Bea, inderdaad, dat heb ik ook in een workshop een keer uitgelegd. Helemaal goed van je dat je dat nog weet. Zo, dat is 1 dubbele. Nou ga ik weer een dubbele pakken. En ook hier weer de binnenkanten. Leg ik zo. Ik pak er weer 1. Ik doe weer tape erop. En die kant tape erop. Als het goed is, heb ik hem trouwens hier nog liggen. Even kijken.
Kijk, deze bedoelden jullie. Dat was toen het techboekje wat we toen gemaakt hebben voor Kira. Wat ik toen gedaan heb met jullie. Dat was deze. Die ligt altijd hier bij de hand. Die heeft een speciaal plekje bij mij. Ah, dit is eigenlijk hetzelfde idee. Kijk, iemand helpt mij denken. Dankjewel, Tom. Deze moet ook beïnkt worden. Fijn dat je even meedenkt met me. Want ik wilde uitleggen. Ik doe deze de binnenkant. Deze komt straks hier op deze. Dus ik hoef deze buitenkant niet te inkten. Wel deze binnenkant, want die zien we wel. Dus die doe ik wel inkten en de andere kant niet. Zo. Dus ook de volgende. Heerlijk dat er gewoon meegedacht wordt. Want ik probeer... Oh ja, dat wil ik vertellen, dat wil ik vertellen, dat wil ik laten zien. Ja, en dan opeens vergeet je dingen. Zo. Dan heb ik deze klaar liggen. Ook hier haal ik eventjes het beschermtapeje vanaf. Dus één. Nog één. Als ik te hoog werk... Ja, maar Jan, ik ook. En het is gek, hè? Het begint november te worden. En ik weet hoe gek ze was op de... Zeg maar op kerst. Ik weet dat ze haar dozen al naar beneden had gehaald... om bij wijze van spreken de kerstbomen al te gaan neerzetten. Dus nee, het is weer een periode dat ik ook weer even met mijn neus op de feiten word gezet. Maar ik denk niet dat ik de enige er ben. Oké. Ook hier weer. Ik leg de tag tegen de railrand aan. En aan de onderkant hou ik hem gelijk. En niet over die railrand, want anders kan je hem straks niet vouwen. Onderkant netjes gelijk. En ik druk hem even aan. De andere ernaast. Naast de railrand. En ik druk hem aan. Kijk even of de... Kijk, want hier kan je zien hè, dat de oogjes mooi op elkaar zitten. En ook bij deze doe ik weer eventjes twee clipjes erop. Goedenavond voor degene die nog lekker binnenpiepen. Gezellig dat je er bent. Het is altijd leuk om te weten dat er naar je gekeken wordt. Als dat je zeg maar voor jezelf iets zit te doen. Nou, de laatste twee die ga ik ook inkten. Zo. En de volgende. Dus het is eigenlijk wel handig hè, als je gewoon zo'n blok met van die tags hebt. Ik gebruik heel veel tags. Ik werk graag met tags. Ik vind het leuk. Dus, en ik weet, dit zijn er nu twee, maar ik weet dat er over een paar weken nog twee andere, tenminste met, kijk hier hebben we nu een rechte bovenkant, kijk, deze en deze, volgens mij komen er ook nog twee andere uit. Oké, ook nu ga ik weer tape erop doen. Nou, volgende week. Ik dacht, ik had vandaag een kaart opgezet met bijen en de jellyplate. Nou, is grappig. Dan zie ik weer hoe enthousiast jullie daarover zijn. En tie-dye heb ik inderdaad. Kijk, tie-dye.
Kijk, ik heb het al een paar keer gedaan, maar volgens mij pest ik jullie niet als ik volgende week weer een keer jelly plate ga doen. Dus ik ga wat bedenken. Dat vind ik dan zo leuk. Ik had 2 kerstkaarten erop gezet. En nou ja, als je dan ziet hoeveel reacties ik vandaag krijg. Waar is mijn lijm? Op mijn jelly plate. Dan die klemmetjes. Oh, ik heb ze gekocht in... Nou, kan het je laten zien in Italië. Kijk maar. En ze zullen in Nederland best te koop zijn. Maar ik heb ze in Italië gekocht. Daar zag ik ze in zo'n winkel zoals wij ze hier ook hebben. Nou, geen Action, maar zo'n Chinees soortachtige winkel. Die allerlei van die dingetjes hebben die handig zijn. Daar zag ik ze en ik heb ze inderdaad gelijk meegenomen. Nou, ook hier weer. Kijk naar de vouwlijn. Je legt de ene er tegenaan. Onderkant recht houden. Niet over de vouwlijn, want je wil hem dubbel vouwen. 1 erop. En dan leggen we de andere aan de onderkant. Zorg je dat die er niet overheen gaat. En kijk, je krijgt dus hier een heel klein randje. Pak ik een beet, vouw ik hem dubbel. Want ik wil dat de gaatjes op elkaar zitten. Dan weet ik zeker dat die goed is. Ook hier doe ik nog even. Ja, dat, Marjan, dat denk ik ook. In die winkels hebben ze het, denk ik, allemaal. Agnes, morgenavond ben ik er ook. Dus jij denkt helemaal goed hoor. Morgenavond zit ik voor Studio Light. En voor Studio Light ben ik dan ook op de pagina van Facebook van Studio Light. En daar ga ik met... die stond al in het programma. Die hebben jullie gezien. Ik zal hem even... Onder andere met deze kaarten gaan we dan maken. Verschillende. Hoe ik dat gedaan heb. Dus dat is morgenavond. Dan weten jullie waar je voor morgenavond dat je iets te doen hebt. Dan ga ik ze op elkaar plakken. Nou, dit was de laatste, dus die laat ik nog even drogen. Ik pak deze, doe ik de klemmetjes vanaf en ik haal deze. Nou, bij deze besloten. Volgende week jelly plate. Harmonica boekje, denk ik. Schiet ze me zo te binnen. En wat doe ik nou? Deze plak ik ook op elkaar. Dus ik doe 1 kant. Dat doe ik even snel. Met tape. Maar ik doe hier ook wel weer lijm bij. Zet ik uit beeld? Kijk. En ook die ga ik zo even klemmen. Dat die goed vast zit. Nu pak ik deze en ik zorg ook hier weer dat de gaatjes mooi op elkaar komen. En aan de onderkant gelijk en aan die kant gelijk. Kijk. En dan doe ik weer eventjes. Hier zie ik dat hij iets kan. De klemmetjes erop. Hey, en als je geen klemmetjes hebt, hè, wat je dan ook kan doen, gewoon knijpers. Knijpers kan ook. Is geen probleem. Oké, dan gaan we deze. En deze komt hier dus op. Dus aan deze kant ga ik de... Moet even goed zitten. Daar ben ik al een pietje precies in. Ik wil dat ze netjes zitten. Eerst even wat dubbelzijdig tape. En dan doe ik met mijn lijm er nog wat bij. Anja Koring. Wat is een jelly plate? Een jelly plate is een dikke plaat van een soort flexibel siliconen. Daar werk ik op of met acrylverf of met inkten en daar maak ik afdrukken mee. Dat is een jelly plate. En die gebruik je dus, daar maak je een soort stempel van. En die stempel, als mijn verf ervan af is,
afgedrukt is, dan kan je daar gewoon weer de volgende keer meer met wat anders op werken. Dus je maakt eigenlijk een soort achtergronden met een eigen stempelblad. Kijk. Ook hier gaatjes goed op elkaar. Dicht, dicht. En ik doe er weer even een klemmetje op. Gewoon voor de zekerheid. Zo. Die kunnen even uitrusten. Oké. Dan gaan we naar het papier. Nou, als je dan bedenkt, dan hebben we dus een voorkant, een achterkant. 2. En dan 3, 4, 5, 6, 7, 8 keer een strookje nodig om te bekleden. Ja, Monique, een jellyplate is heel erg verslavend. En ik zeg ook eerlijk hoor, ik dacht dat jullie het zat waren, omdat ik natuurlijk wel vaker de jellyplate doe. Maar ik zag vandaag die reacties en denk ik, jeetje, volgens mij maak ik veel mensen blij als ik volgende week gewoon een keer weer de jellyplate pak. Dus, voor mij geen straf, want ik doe het graag. Dus volgende week jellyplate. Kijk, ook hier doe ik de randjes weer met tie-dye, omdat ik die kleur mooi vind combineren met de kleur van de herfst. Even kijken hoor. En ik doe ze denk gelijk maar even allemaal. Waar ik nu naar gekeken heb, is dat ik voor die pagina's naast elkaar, dat ik daar een beetje dezelfde achtergrond voor heb gekozen. Om, al is het een klein boekje, toch een beetje rust erin te houden. Dus, deze twee komen naast elkaar, zo bedoel ik het. En deze komen naast elkaar. En dit komt naast elkaar. Zo dan, want die doe ik aan de onderkant. Pom, pom. En deze komt op de achterkant, want die andere zit op de voorkant. Dat bedoel ik dus met het rustig houden. Dat je een beetje kiest voor dezelfde papiertjes naast elkaar. En als je dat niet leuk vindt, dan moet je het vooral anders doen. Hè? Want ja, mijn smaak hoeft niet van iedereen te zijn. Zo. En morgenavond dan doe ik ook nog een keer VW. Want wie jarig is, trakteert. En aangezien ik van de week jarig ben. En ook nog een hele mooie leeftijd behaal. Oh, Marik, gezellig dat je er bent. Dan nu. Ja, Engelse les is ook heel belangrijk. Maar bij mij kan je terugkijken. Dus, ja. Nou, gezellig dat je het sowieso nog meekijkt, Ria. En de rest kijk je gewoon terug. Ik ben een boekje aan het maken. Maar dat zag je. Een tagboekje. Oh, wacht. Wat voor jellyplate ik gebruik? Nou, ik denk dat ik die kleine die ik vandaag heb gebruikt. Dat is de. Dat is ongeveer deze maat. Iets. Ja, iets. Ik zal zo. Ik wil wel even kijken. Maar dan moet ik even zo naar de andere kamer. Als ik het niet vergeet, dan doen we dat zo even. Ik ga de rechthoekige gebruiken. Maar niet de hele grote. Die kleinere. Heb ik hem hier achter me liggen. Ik zal eens even kijken voor je hier zien. Ja, hij ligt achter me. Ik heb hem gebruikt. Deze is het. En dat is dan, ik pak even mijn liniaal. Dat is van 7,5, 8 bij 13,5 ongeveer, die de 12, 13 is het. Ga ik die gebruiken.
Oké, heb ik allemaal papiertjes gehad? Nee, deze heb ik nog niet gehad. Dat zie ik. En dat kan je zien, hè. Als mijn randje nog wit is, dan heb ik die nog niet gehad. Nou, jongens, ik ben woensdag pas jarig en dan word ik 65. En ik vind dat mag je vieren. Toch? Ik ben in de gezegende omstandigheden dat ik het mag worden. Nou, Monique, komt mooi uit. Ik denk dat ik dat wist. Ik denk, hey, Monique heeft pas die kleine gekocht. Dan gaan we daar mee aan de gang. Oké, daar is mijn boekje weer. Zo, dat is hem. En nu gaan we even oppassen. Want nu gaan we als eerste het lintje eronder doen. Hoe doe ik dat? Ik trek een streep met mijn, plakband over mijn voorkant. Dan kijk ik waar die zit aan die kant. En dat doe ik dan ook gelijk op de achterkant. Ja, dan plakt hij een beetje, dat snap ik. En dan pak ik mijn lintje. Dat vouw ik door de helft. En de helft moet dus op de rug komen. Dus nou, de vouw leg ik hier. En dan leg ik mijn lintje over het plakband heen. En ik zorg dat ze aan de voorkant, gelijk lopen. Dat is het mooiste. Dus aan de voorkant lopen ze gelijk. Oké, dan gaan we nu het papier. Het papier ga ik erop plakken gewoon met lijm. Eventjes dicht. Nu kan je dat gewoon met gewone lijm doen. Maar ik wilde het met matte medium gaan doen. Nou heb je daar heel veel soorten in. Ik heb bijvoorbeeld van DecoArt de matte medium. Ik doe het wel met mat. Waarom weet ik niet. Want het hoeft niet te glimmen. Want het zit eronder. Nu in Studio Light past ook nieuwe decoupage lak. En dat is dus eigenlijk ook een mat gel. Nou, het staat er ook in op. Dat is voor verschillende ondergronden te gebruiken als lijm en lak. Nou, ik ga hem dus als lijm gebruiken. En die heb je er dan ook in twee. Ik zal laten zien dat deze werkt. Maar elke die je hebt is goed. Dus je hoeft daar niks nieuws voor aan te schaffen als je het al hebt. Ik pak een kwastje. Een oud kwastje. Die staat achter me. Zo. En met dat oude kwastje doe ik 73. Geweldig. Ook gefeliciteerd. Nou, een leuke kaart. Nou, is tegenwoordig heel snel gemaakt. Hè? Op de voorkant had ik bedacht de vogeltjes. Wat doe ik? Ik ga er wel wat onder leggen. Want anders wordt mijn onderplaat vies. En die onderplaat is eigenlijk me dierbaar. Omdat ik die niet glimt. En ze hebben ze niet meer. Dus ik ben er zuinig op. Ja, ik had nog een live. Dat hoor, jongens, ik zie zelf ook dat er heel veel lives zijn. Ja, en je kiest toch wat je zelf wil zien en je kijkt terug. En de een begint om 7:30, dus je begint daar en je eindigt ergens anders. Dat snap ik. Ik ben al lang blij dat ik best heel veel kijkers heb, hoor. Nou, haal ik even mijn klemmetje eraf. Hier zit dus die decoupage lak onder. En ik plak deze dus over de, zeg maar, het lintje. Dan zie ik dat er hier te weinig zit. Nou, dan pakken we nog een beetje erbij. Twee kanten kan je ook, hè. En dan doen we hem zo. Dan kan het ook zijn dat mijn kwast nat was.
Die heb ik schoongemaakt vanavond, dus dat zou ook kunnen. En als je zegt van Marjan, ik vind dit onhandig, ik doe het met gewone lijm, doe het met dubbelzijdig tape. Doe vooral wat jou het beste lijkt, hè? Of wat jij handig vindt werken. Nou, doe ik gelijk de achterkant. Daar doe ik het andere stukje van de zonnebloem. En dat bedoelde ik dus, probeer rust te houden in je boekje. Smeren we ook in. Zo. En die plakken we op de achterkant. Niet zakken. En kraft zuigt, hè? Dus het is ook niet zo gek dat je hier en daar eventueel bij zou moeten smeren. Kijk hier. Maar dan smeer ik het nu op de kraft. Is geen probleem. Even op het lintje wat extra's. Kijk. Kijk. Komt helemaal goed. Even vastzetten. Kan ik eventjes aan. En dan ga ik kijken. Wat doe ik op de volgende bladzijde? Ik denk dat ik op de volgende bladzijde deze doe. Ja, dat vond ik ook de kleurencombinatie. Vandaar dat ik zei al, ik had weer nog een kerstboekje kunnen maken. Maar ik vond het wel leuk. Nu heb ik dus een fantasieboekje, een kerstboekje en een herfstboekje. Voor elke gelegenheid kan je dus een boekje maken. Hè? Dat is dus helemaal niet, kan alleen maar dit of dat. En dat ene boekje heb ik van de week aan mijn kleinkinderen laten zien. Nou, die vonden het fantastisch. Het lijkt wel een soort, nou, je kan er verhaaltjes bij bedenken. Het eerste verhaaltje had ik bedacht en zij bedachten het tweede en derde verhaaltje. Nou, geweldig. Kijk, oma, dat is net alsof die... Ja, daar komt er wat. Kijk hoe leuk. Nou, dus deze... of die minder gaat bubbelen, dat weet ik niet. Eerlijk gezegd heb ik... ook niet zo heel veel last met de andere lijm van bubbelen. Daar heb ik wel last van. Van de week ging ik mijn flesje vullen. Ik vul deze flesjes altijd uit de grote potten. En toen viel er lijm op mijn blad. Dat ging ik insmeren. Ja, toen had ik te veel gebruikt. Toen ging dat bubbelen. Maar dat heeft volgens mij niets met de soort lijm te maken. Gewoon omdat het te veel was. Nee, dit was gewoon, ik wilde het ook uitproberen of het nou werkte. Ik plak wel vaker met matte medium. Zeker in, als ik mixed media doe. Dus ik ging het eigenlijk gewoon uitproberen. Waar je hierbij op moet letten, wat ik zelf erg netjes vind, is dat je aan de onderkant en aan de bovenkant de blaadjes gelijk hebt. Ik bedoel dat die lijn doorloopt. Dat er niet één hoger of lager zit als de ander. Dat vind ik niet mooi. Volgende bladzijde. Daar ga ik deze doen. Ja. Zie je, nou had ik al zoveel voorbereid. Hè, en dat je dan toch best nog wel even bezig bent. Zo. Even kijken. De pompoen beneden. Niet te hoog, anders komt hij hier te hoog. Zo. En de andere kant. Ja, zie je, het eerste boekje ging ook meteen met mijn kleindochter mee. Ja, ik herken het. Die vinden het geweldig. En het is nu herfstvakantie en ze komen logeren. En ik heb al beloofd dat ik een boekje ook met hem ga maken. Dat vond hij leuk. En hij is gek van dino's en van dieren. Dus hij had allemaal al stempels gezocht van dieren en plaatjes. Dus de eenhoorn en weet ik wat, echt leuk. Zo.
En de laatste twee bladzijden, daar gaan we de mooie herfstbladeren doen. En dan gaan we zo meteen, als dit erop zit, gaan we de plaatjes erop doen. En deze boekjes kan je dan... Kijk, ik heb nu gebruik gemaakt van plaatjes. Hè? Maar je kan het natuurlijk ook stempels inkleuren en erop plakken. Hè? Dus je bent echt niet afhankelijk van de die-cut boekjes. Als je zegt van ik neem leuke achtergrondstempels en die kleur ik in. En dan plak ik ze in, is het ook goed, hè? Zoals ik dat eerste boek aan degene die de workshop hebben gedaan toen. Die weten dat. Toen hebben we, kijk. Toen hebben we jellyplate achtergronden gemaakt. En daar hebben we de stempels gekleurd en opgeplakt. Dat kan ook. Maar ik dacht nu van, nou, we hebben zoveel boekjes de laatste tijd gekregen. Ik vind het wel leuk om er zoiets mee te maken. Vandaar. Zo. Dat is de laatste. Kijk, ook hier zorg dat je onderaan gelijk blijft. Dat vind ik het mooiste. Zo. Als je denkt dat je niet genoeg hebt, doe maar gewoon. Niet bang zijn. Smeer er maar wat onder. Dus het boekje is nu van papier voorzien. Ook nu doe ik hem weer even dicht. Dan ga ik het boekje pakken. Zo, dit kan even opzij. Even die lijm weghalen. Mijn kwast doe ik gelijk in het water. Blad weg. Dan is hier het boekje. Oh ja. Ik had nog wat klaargelegd. Waar zijn ze? Oh, hier. Wat ik ook gedaan heb, uit de restantjes van het papier. Kijk, want hier wil ik ook boven de rondjes, wil ik dus die rondjes, die reinforcements overheen doen. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb uit hetzelfde papier als waar ik de binnenkant van het boekje mee heb bekleed, had ik twee strookjes over. Daar heb ik op de achterkant, dubbelzijdig tape gedaan. Dat is van die grote rol. Kijk, ik pak hem even. Ik heb twee soorten. Ik heb deze. En dat is dus dubbelzijdig tape. Dat heb ik hier opgedaan. Zo, en toen ernaast en elke keer afgeknipt. Maar je kan ook zeggen, ik neem deze en dan doe ik hem in ene keer. En een stukje. En nu zit er dus dubbelzijdig tape op. Nou haal ik hem door mijn kleine machientje. Ik ga het laten zien. Even mijn lijm dicht doen. Dat is vervelend, dat zie je nu bij het begin. Ja. Dan leg ik dit. Kijk, ik heb het kleine machientje. Dat heb ik altijd naast me staan. Als ik even één bloemetje, een dingetje uit moet printen. Of uit moet printen, uit moet stansen. Dan leg ik die neer. Ik leg de plakkant, dubbelzijdig tapekant, naar boven. Ik pak een beet. En ik draai hem door de machine. En ik heb hiervoor bloemetjes gekozen. Vond ik wel leuk. Kijk, dan haal je dat eraf. En dan zitten hier dus de reinforcements van het papier wat je hebt gebruikt. Dus die ga ik er nu eerst even op doen. Even kijken welke kleur. Deze kan hier wel. Even lospulken. Zo. Dus even een geduld dingetje. En dan kan je deze hier omheen doen. En het leuke nu is dat oogje van je tag
gewoon dezelfde kleur heeft als je papier. Dus dat past altijd. Kijk, natuurlijk kan je ook een kraftkleur erachter doen. Maar ik vond dit leuker. Hier nog één. Komt ie. Nou, dat past toch geweldig. En zo handig. Ja, ik vind het altijd leuk als alles goed combineert. Nou, en dat is in dit geval. Zo. Nou heb ik er nog twee. Dan kom ik natuurlijk net één tekort. Maar dat geeft niet. Draai ik hem nog een keer door. Kom er twee tekort. Ook dat geeft niet. Die ga ik hier doen. Die vind ik qua kleur beter hier. Die andere is wat oranje. Dus dan neem ik deze. Ik leg hem weer met de tapekant naar boven. Op mijn... Deze kan weg. Oh, Marjan, dat is jou wel toevertrouwd. Ik zie wat jij maakt. Dan ben ik heel benieuwd. Er komt vast wat leuks tevoorschijn. Waar is mijn... Nou ja, hier ligt mijn plaatje. En ik moet altijd zeggen, het is altijd een dankbaar iets. Want iedereen vindt het eigenlijk leuk. Zo. Daar zijn de laatste. Kijk, zie je? Ik haal hem eraf. Daar komen ze. En dan kan ik ook de laatste twee. Ik vind die... Met het oranje erbij wel heel mooi passen. En doe die erbij. Zo. Nou, kom. Hij heeft niet zo'n zin. Nou heb ik dat ook wel eens niet, maar daar gaat het niet over. En dit waren dan voorlopig de reinforcements. En nu gaan we de figuurtjes erbij plakken en de teksten. Zo, dit opzij, dit opzij, dit opzij... Nou, en dan ben ik altijd zo'n muts. Ik vind het altijd heel erg moeilijk om te beslissen. Ik ga aan de voorkant, daar zitten die leuke vogeltjes, daar ga ik niet te veel meer doen. Daar ga ik tekst doen. Nou, die zit er hier best veel in, dus dat komt goed. Dit vind ik wel een leuke. Past die... Ik zou eigenlijk een andere kleur willen. Die lekker eruit springt. Beautiful season. Dat vind ik sowieso een mooie. Want dat vind ik namelijk ook. En de kleur klopt dan wel. Deze vind ik nog veel mooier. Hier staat. Die vind ik qua kleur erg mooi. Autumn, the year's last loveliest smile. Nou, dat klopt. Dan pak ik een stukje dubbelzijdig tape. Dit zit aan de voorkant, dus dat kan wel. En die zet ik met dubbelzijdig tape vast. Mijn schaar. Die is hier. Even kijken, past die? Waar is mijn tekst? Daar. Nee, dan moet ik twee kleintjes knippen. Zo. Nou moet ik het even goed zeggen. Bij mij, ik leg altijd mijn stans, leg ik zodanig dat die snijdt tegen, zeg maar, dit aan.
Nou, als je stans op het zwarte legt, dan moet de plakrand naar boven. Sowieso, de achterkant ligt altijd bovenop de stans. De goede kant ligt in de stans. Dus hoe je het ook neerlegt, de achterkant van wat je stans ligt bovenop. Zo. En die doe ik hier. Nou, dan hebben we deze pagina. Eens even kijken wat voor leuks we daar hebben, want er zit zoveel in. Ik vind deze fantastisch. Kijk of die past. Dat hoop ik wel, want ik vind hem wel erg leuk. Mijn horloge zegt tijd om te gaan staan. Ja, dat snap ik. Maar ik doe deze toch en ik knip gewoon hier het blad vanaf. Kijk. Die past dan. Daar moet hij ook een stukje vanaf. Ik ben niet zo moeilijk wat dat betreft hoor. Die knip ik zo ook bij. Dus deze wordt het. Ja, ik had de tekst moeten beïnkten. Ga ik nu wel doen. Dat had ik bij deze ook moeten doen, maar dat kan nog wel even. Dat is wel zo mooi, hè? Dan heb je alles hetzelfde. Kijk, en dan is ook dat witte randje weg. Onderkant. Ik zal mijn distressor even hier leggen, want anders vergeet ik het zo weer. Kijk, en dan ga ik even kijken waar ik nog meer moet knippen. Die wil ik erop, die wil ik erop. Dus deze gaat eraf. Heel klein stukje van die. En zo past die. En aan de andere kant. Hier zetten we Hello Autumn. En zou de vogel passen. Met de roze bottels. Ja, kijk dan. Kijk dan hoe gaaf. Dat doe ik wel zo. Randje, Marjan. Waar is mijn distress? Daar. Juist, zo staan de goede kant op de snijkant. Dat is inderdaad het juiste. Oké. Opzij. En normaal, hè, als ik dan zulke dingen doe, dan plak ik het ook wel eens verhoogd. Maar in dit boekje gaat dat niet echt. Dan kan die niet meer dicht. Nou, hier zet ik Hello Autumn. Die beïnkt ik ook even. Zo. Die doe ik dus ook gewoon deze ronde met lijm. Kijk wat we hier gaan doen. Ja, dat vosje is ook zo leuk, hè? Deze kant het vosje. Blad eronder. Die zo eruit komt. Daar zetten we. Ik ben er morgen om 8 uur ook. Bij Studio Light. En volgende week ben ik ook dubbel. Op verzoek. Nou, ik vind het niet erg. Ik vind het leuk om te doen. Zolang mensen het leuk vinden om te kijken, ben ik er. Gaan we weer. En zie je eigenlijk hoe leuk het is om iets te bedenken. Even zo'n tafereeltje neer te leggen. En dan te plakken. En dan naar de volgende bladzijde.
Want ja, ik heb vanmiddag wel heel veel zitten voorbereiden voor vanavond en voor morgen. Want alleen alles stansen en snijden, dat is eigenlijk een beetje zonde tijd, vind ik. Zo, eerst de vos. Die doe ik daar. Oh, die moet nog. Een beetje. En ik hoop gewoon jullie altijd te kunnen zeggen van probeer het eens uit. Ja, de dingen die staan in een lijst, Lida. Als je naar de site gaat van Hobby Compleet de Duif, dan staat er een tabblad bij de webshop Facebook Lives. En de laatste, dus de bovenste, dat ben ik. Dus dat, en daar staan de spullen die ik vanavond heb gebruikt, gelinkt. Het kan wel eens zijn dat ik plotseling er iets bij pak wat er niet bij staat. Vraag het me even, dan vertel ik het of dat er ook is. Nou, aan de andere kant doen we dan het eekhoorntje. Patty, weet je wat je moet doen? Boekje maken. Gewoon gaan zitten en een boekje gaan maken. Laat je niet van de wijs brengen. Gewoon pak een leuke die-cutblok of van kerst of weet ik wat dan ook. Pak tekst en dankjewel Gerda. En ga het gewoon doen. Het komt vanzelf dan. Even kijken of ik een dennenappeltje kan vinden. Die geef ik hem in zijn hand. Ik heb het ook wel eens hoor, dus het is niks geks als je zegt van ik ben mijn mojo even kwijt. Maar ik ga wel altijd op een gegeven moment aan de gang. Ik denk van ja, en nou wil ik. Nou is het klaar. Dan ga ik iets doen. Oh, de inkten. Waar je gewoon niet te veel bij na hoeft te denken. Maar dat er toch wat uit je handen komt. Kijk. Dan deze. Bij deze ging ik de krat doen. Dat had ik me net al voorgenomen. En paddenstoelen. Hier komt de krat. Kijk, die komt qua kleur ook aardig. Dan springt hij er nog een beetje uit. En dan ga ik een paar paddenstoelen voorzetten. Die horen er ook bij. Bij deze tijd. En die twee die daar staan. Die komt aan die kant. En aan de andere kant ging ik de paddenstoelen die hier zaten. Die vond ik ook geweldig. Nou, zo kan ik echt een hele poos spelen hoor. Ik vind dit heerlijk. Het slakkertje ervoor. Slakkertje. Kijk. Nou. Pumpkin in time. Dat gaan we daar plakken. Ik wil gewoon te veel tegelijk en er komt helemaal niks uit mijn handen. Dat is iets waar ik denk heel veel mensen last van hebben. Ik zelf ook. Ik had een heleboel. Ik ben deze week live. Ik ben twee keer live. Ik ben volgende week twee keer live. Allemaal heel erg leuk, maar op een gegeven moment moest ik voor mezelf zeggen, zo, stop. Nu ga ik eerst eventjes vooraan beginnen. Wat is er eerst? Welke live is er eerst? Daar ga ik dus mee beginnen. En zo heb ik het gedaan. En vandaag heb ik alles voor deze week allemaal gestanst, gesneden. En het ligt klaar en vanavond kon ik met een gerust hart gewoon naar boven gaan, want het lag allemaal klaar. Voor morgenavond is ook alles al klaar, want ik wil morgen wat boodschappen doen voor mijn verjaardag. Dus ik heb voorgewerkt en voor, zeg maar, voor volgende week dinsdag heb ik ook al klaar. Dan moet ik nog wel alles klaarsnijden en zo.
Maar ik wilde gewoon rust in mijn hoofd. En zolang je geen rust in je hoofd hebt, dan lukt er ook niks. Tenminste, bij mij niet hoor. En ik heb vaak genoeg dat ik dat gewoon merk bij anderen ook. We willen te veel, we willen alles tegelijk, we willen zoveel dat we uiteindelijk niet meer weten waar we moeten beginnen. En dan krijg ik dus, dan wil ik structuur, dan breng ik de structuur aan om te beginnen met het eerste wat af moet. Ja, ik heb ook veel te veel ideeën. Er zijn dingen die ik op het moment heel graag wil doen. Ik wil heel graag gaan kleuren. Ik heb even geen tijd. En dan kan ik er heel lang en breed over gaan zitten zeuren. Weet je, dat geeft me de tijd niet. Dus ik heb, dit kan even niet. Ik ben nu dit lekker aan het doen. En zometeen als alles weer klaar is, dan kan ik weer gaan kleuren. Vind ik dat jammer? Nee, het is nu anders. En kan je nagaan, hè, als je nog een baan erbij hebt. Ik heb het ook gedaan toen ik nog een baan had. Nou, ik ben blij dat ik het nu niet heb, eerlijk gezegd. Ik vind het heerlijk. Nee, Patty, woensdag. 65, wat een leeftijd, hè? Oh, en als ik dan al realiseer dat ik, zeg maar, ouder word, als bij wijze van spreken mijn schoonmoeder haalde het niet. Daar ben je dan toch op een gegeven moment mee bezig, hè? Nou ja, er zijn wel meer mensen die het niet halen. Dan denk ik, wat ben ik een gezegend iemand. Dat ik gewoon 65 mag worden. En ook, daar had ik het laatst met een vriendin over ook. Ik word 65. Vroeger, wat heet vroeger, maar dat herkennen jullie ook wel. Iemand die 65 was, was een oud. De bloemetjes thans wel er niet tussen staan. Oh, van de, oh, ik snap hem. Ga ik zo even zeggen. Theresia, ik snap wat je bedoelt. Vroeger, iemand die 65 werd, weten jullie zelf, was een oud mens, toch? Nu hoor ik het zelf. Maar ik vind mezelf niet oud, hoor. Ik ga even, dit is een, even tussendoortje. Die staat er niet bij. Die ben ik inderdaad vergeten, maar ik weet ook niet. Ik heb heel eerlijk gezegd niet gekeken of Marjan ze ook in de voorraad heeft. Deze is uit een set van Elizabeth Craft Design. Daar heb je een heleboel van die reinforcements. Daar heb ik ooit een set van gekocht. Daar zit deze tussen. En nee, die zit in, stond inderdaad. Nou, die niet, dat klopt. Ik heb ook nog niet zoveel. Ik weet af en toe niet wat ik moet doen. Niet omdat ik te weinig heb, nee, omdat ik te veel heb. Nee hoor, ik ben een dankbaar mens. Ik geniet van de dingen die ik heb. Ik wil nog wat op de achterkant. Falling leaves. Dan ga ik die erop doen daar. Ook even de distress erlangs. Klein stukje, daar mag ook weer een ophogingje onder. Nee, ik ga die groot op de achterkant doen. Autumn is a second spring when every leaf is a flower. Die ga ik daar doen. Ook randje er langs. Zo. Nou, dames en heren, dit is het laatste wat ik erop ga plakken. Dan ga ik het boekje dichtstrikken. Dan is dit voor vanavond klaar. En ik doe hem even hoger, anders zit de strik er tussen. Dan ben ik er morgenavond weer. Dan ga ik met de nieuwe mallen van, de mooie kantmallen, ga ik aan de slag bij Studio Light. Aanstaande maandag hoop ik dat jullie er zijn. Kijk, ik ga hem dichtstrikken. En deze strik heb ik geleerd. Die zag ik op een filmpje van Anneke. Zelf deed ik het anders, maar zij doet dus twee lussen maken. En die twee lussen, die strikt ze. Ik moet even oefenen hoor, maar ik vond hem wel, de strik werd wel mooi. Kijk, twee lussen. Even goed pakken.
En dan haal je de ene lus er tussendoor. Kijk, die aantrekken. Ik denk zo, dat is makkelijk. Ik heb zitten oefenen bij die andere. Ik zit altijd knoeien. En zij deed dat zo handig. Dus Anneke bij deze. Dankjewel. Mooie kleur zo erbij. Nou, dit is het boekje. Ik vind hem geweldig. En ik denk dat ik deze in een giveaway ga doen. Met iets leuks erbij. Dus ik ga onder de kijkers van vanavond zoek ik er één uit. En die krijgt van mij dit boekje. Gemaakt en wel. Vind ik leuk. Oh, is dat een Martha Stewart strik? Zelfs ik leer nog zoveel. Dankjewel, Dini. Wist ik niet, maar ik zag hem Anneke maken.